Tof dat jullie Valentijnsavond hier doorbrengen op een wetenschapscafé over gewasbescherming. Heel tof dat jullie dat zo beslist hebben. Anderzijds, het is ook vrij logisch. Liefde gaat door de maag en zonder die groenten, zonder dat fruit, kunnen we niet gezellig romantisch tafelen. Dus het is ook daarom een zeer belangrijk onderwerp vanavond. Er komt ook nog een visueel verslag. Dat was ik nog bijna vergeten. Een visueel verslag van onze huistekenares Iris van de Velde. En ook dat verslag kan je dan terugvinden op de sociale media van het Wetenschapscafé. Voor iedereen hier aanwezig, je kan gerust ook tijdens het gesprek nog iets bestellen aan de bar. Dat is ook geen enkel probleem. De mensen thuis mogen wat mij betreft ook op en aflopen naar de koelkast. Dat is ook geen probleem. We hebben het vandaag dus over gewasbescherming, wat er vandaag gebeurt, wat er in de toekomst zeker ook kan veranderen. Daar willen we ook naartoe kijken. En we hebben daarvoor twee experts uitgenodigd. Aan mijn linkerkant zit Annelies de Roissard. Zij is wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Natuur en Techniek aan de Hogeschool Gent. Ze onderzoekt onder andere hoe gewassen op een natuurlijke manier beschermd kunnen worden. En daarover straks zeker meer. Pieter Spanhoge is hoofd van de onderzoeksgroep Fytopharmacie aan de Universiteit Gent. En fytopharmacie is de wetenschap die zich focust op de analyse, ontwikkeling en verbetering van chemische bestrijdingsmiddelen. Professor Spanhoge is ook gespecialiseerd in de analyse van pesticiden, resten op onze groenten en fruit en in het inschatten van de effecten daarvan op ons en op het milieu. Ik wil helemaal bij het begin beginnen. Waarom hebben we gewasbescherming nodig? Wel, onze gewassen die worden belaagd door een heleboel organismen. Enerzijds heb je de insecten die vormen plagen op de gewassen. Anderzijds zijn er ook heel wat ziektes die bij onze gewassen voorkomen. Ziektes die veroorzaakt worden door bacteriën, door schimmels. Daarnaast hebben we dan ook nog de onkruiden die tussen onze gewassen beginnen groeien. Ze gaan daarmee in competitie voor licht, voor voedingsstoffen. En die zorgen er eigenlijk voor dat de opbrengst van die gewassen heel sterk gaat dalen. Vandaar dat landbouwers een gewasbeschermingsstrategie dienen toe te passen. Om de opbrengst te garanderen en dus ook de voedselzekerheid. Ja. Wat kunnen landbouwers nu doen qua gewasbescherming? Zowel biologisch, zowel chemisch. Wat zijn de opties die nu beschikbaar zijn? Ja, de meest voor de hand liggende optie die is ongeveer... bijna 80 jaar geleden opgestart. Hè. Dus eerst heb je net gehoord, hè, we zijn in competitie met de wereld rondom ons. Hè. Dus het is niet alleen wij die die groenten en die fruit lekker vinden, maar ook eigenlijk allerlei andere organismen. En de mens is al eigenlijk heel zijn leven op zoek naar hoe kunnen we dat aanpakken. En dat was dan in de middeleeuwen met bepaalde technologieën als het drieslagstelsel, een jaartje braak laten liggen en dan twee teelten die elkaar afwisselden. En op die manier kon je wat ziekten en plagen onderdrukken, omdat die niet, dus de winter niet doorkwamen. En op een bepaald moment begint men te zien van, er zijn ook wat middelen die daarvoor kunnen ingezet worden. De Grieken, 2000 jaar geleden, waren wat met zwavel bezig. En dan rond 1880 heb je daar de Bordeauxse pap, een kopermengsel, toegepast op de druiven. En dan een beetje later, rond de jaren 40, begint men opeens DDT te ontdekken. Daar is een wetenschapper in Basel, in Zwitserland, die het product gesynthetiseerd had. En hij zat op zijn vensterbank en hij ziet dat die vliegen doodvallen. En hij zei van, interessant, laten we dat misschien op grotere schaal inzetten. En vanaf dan noemen we dat de chemische gewasbeschermingsmiddelen of de chemie die een centrale rol begint te spelen in de landbouw. En dat was zeer succesvol. Hè. Men spreekt over de groene revolutie. En dan de groene revolutie is niet in de zin van de groene partijen die vanaf dan opkwamen, maar wel eigenlijk net zoals de industriële revolutie in 1830 met de stoommachine opgestart werd, dat je dan eigenlijk de groene revolutie, die niet alleen met gewasbeschermingsmiddelen, maar eigenlijk ook met kunstmest fantastische resultaten begon te boeken. En het gevolg daarvan is een bevolkingsexplosie en we zien veel meer voeding ter beschikking komen voor de mensen. En dat is een van de oplossingen die er in de loop van de tijden dan
ja, zijn voorkant en zijn voordelen en zijn nadelen is beginnen ondervinden. Maar het is een zoektocht van de mensen. Hoe kunnen we die gewassen beschermen? Ja. Die bescherming, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten chemische beschermingsmiddelen. Maar kan je verduidelijken misschien met een voorbeeld hoe zoiets werkt? Hoe een stof een bepaalde plaag, een insect of een onkruid onderdrukt? Maar misschien terug te komen, eigenlijk, ja, ooit zei iemand van ik wil niet meer over DDT praten, dus er al genoeg over verteld. En eigenlijk, DDT heeft inderdaad wel de toekomst van heel het verhaal van de landbouw gehypothekeerd. Want men denkt er altijd aan terug en dat waren heel schadelijke neveneffecten. Maar een product als DDT werkt in op het zenuwstelsel. Dus dat wil zeggen dat die insecten, net als wij, een zenuwstelsel hebben waarmee dat zij zich hun gedrag gecoördineerd wordt enzovoort. Ze kunnen dat sturen. En opeens komt zo'n middel en dat interfereert met het zenuwstelsel en die insecten die beginnen te sidderen en te beven. Het is net alsof dat wij bijvoorbeeld zouden een bijensteek of een wespensteek hebben. Dan voel je onmiddellijk van oei, wat gebeurt er hier in mijn... En dan natuurlijk ja, een slangenbeet enzovoort. Dus dat zijn eigenlijk diezelfde mechanismen waardoor dat een insect als het door zo'n product, als dat daarmee in aanraking komt, dat het onmiddellijk doodvalt. En een ander verhaal is dus de onkruiden. Nee, ik zeg altijd, er zijn verschillende gradaties in toxiciteit voor de mensen. Wij mensen doen niet aan fotosynthese. Dus dat wil zeggen, wij maken onze suikers niet zelf aan. Dus een aantal van die herbiciden, ja, die werken in op de fotosynthese. Dus die maken geen suikers niet meer aan. Geen suikers zijn geen bouwstenen voor de plant. En als die er niet zijn, ja, oké, dan is de plant gedoemd om te sterven. Dus dat is gewoon een tweetal voorbeelden van hoe werken die middelen. Nee? Dus als je iets hebt dat op het zenuwstelsel inwerkt, dan kan je denken van oké, ja, ik ga er moeten voor opletten. Ik krijg misschien hoofdpijn enzovoort. Dat is niet zo onlogisch dat het ergens op dat vlak gaat inwerken. Maar als we dan spreken over die middelen die inwerken op de fotosynthese, dan denk ik van oké, jongens, laten we daar minder zorgen om maken. Ja. Hoe doelgericht zijn die middelen tegenwoordig? Wordt één bepaalde plaag dan getarget of slaat zo'n product, bij manier van spreken, een beetje om zich heen? Ook voor de planten hetzelfde. Waarom haalt de beschermingsmiddel net die onkruiden eruit en niet de gewassen zelf bijvoorbeeld? Ik denk dat je daarmee de grote uitdaging van heel het domein van de gewasbescherming eigenlijk in een notendop samenvat. Hè. Dus hoe kunnen wij nu selectief zijn? En we komen van een wereld waarbij DDT een breedwerkend middel is. Alle insecten vallen dood. Een onkruidverdelger als glyfosaat is ook een breedwerkend middel. Alle onkruid of alle planten gaan ervan dood. En eigenlijk zijn wij vandaag de dag op zoek naar hoe kunnen we selectief zijn. En dat is een hele grote uitdaging als we spreken over onkruidbeheersing, want je kan nu nog denken van een insect en een plant. Oké, die insecten kan ik wel doden op een plant. Dat is geen probleem. Het is een insecticide, heel specifiek tegen de insecten en niet tegen de plant. Als je spreekt over een fungicide, dat is een schimmeldodend middel. Dan kan je ook nog denken van oké, er is een grote afstand tussen een schimmel en een plant. Maar een herbicide, dat wil zeggen dat je een plant in een plant gaat afdoden. En dat is een vreemd verhaal feitelijk. Want dan moet je echt wel kijken welke technologieën hebben we. En dat is dan heel specifiek. Het kan zijn dat het ene herbicide niet opgenomen wordt door het wortelstelsel en het andere wel. Of dat het ene herbicide in de plant, dus het ene onkruidverdelgingsmiddel in de plant, wordt snel afgebroken in je gewas en niet afgebroken in je onkruid. En als iets afbreekt, dan is het niet meer werkzaam. Ja. Ik zou hier toch nog op willen aanvullen, ook bij insecticiden gaat de voorkeur wel uit naar selectieve middelen. Dat zijn dan middelen die specifiek op de plagen werken en die de andere insecten gaan sparen. Want heel wat nuttige insecten vertoeven ook in onze percelen. En daar streven we toch wel naar in de landbouw om echt die plaaginsecten te gaan targeten en dan de nuttigen en onze bestuivers ongemoeid te laten. Ja. En lukt dat nu? Er bestaan selectieve insecticiden die echt gericht plagen gaan
gaan de plaagpopulaties gaan doen dalen en de nuttigen en de bestuivers ongemoeid laten. Dat lukt in zekere zin. Het probleem is dat de proeven die daar rond gedaan zijn, het onderzoek dat daar rond gebeurt, kijkt vaak naar mortaliteit, naar het aantal dus nuttigen die daar dan ook door sterft als je zo'n insecticide toepast, maar waar minder rekening mee wordt gehouden is met hun levensduur die nog overblijft. Dus het is wel een dubbel. Het is een beetje dubbel. Dus er bestaan selectieve middelen die echt gericht zijn op de plagen en die de nuttigen zoveel mogelijk trachten te sparen. Maar in welke mate dat die nuttigen dan nog even goed in staat zijn om zich voor te planten, is niet altijd even duidelijk. Ja. Misschien nog eventjes aan toevoegen, maar ik ga ook nog niet vooruit wippen in het verhaal, maar ik doe dat toch wel eventjes. Wij consumenten vinden dat niet leuk. We hebben selectieve middelen en die werken in op één specifiek insect. En de honingbij die kan blijven rondvliegen. En die werken in op een tweede middel. Dus dat maakt dat wij eigenlijk per gewas 4, 5, 6, 7 verschillende insecticiden of verschillende bestrijdingsmiddelen gaan inzetten. Dat maakt dat als wij naar de winkel lopen, dat wij ook de kans lopen, en als we dan een analyse doen bij ons in het labo, dat we daar 6, 7, 8 verschillende bestrijdingsmiddelen in dat ene product gaan aantreffen. En dan heb je het oude verhaal van de breedwerkende middelen en dat is dan een contrast waarbij je maar eentje aantreft. En dan heb je de mensen, ik wil maximum niet meer dan zoveel residuen, dus zoveel bestrijdingsmiddelen in mijn voeding aanwezig hebben. En dat is eigenlijk het conflict waar we nu vandaag een beetje in leven. Men heeft een aantal marketingtools die supermarkten hanteren, waarbij dat we willen streven naar hoe minder, hoe beter. Terwijl dat eigenlijk de evolutie en de vooruitgang in de gewasbescherming is naar in de plaats van die breedwerkende middelen die niets ontzien en die alles afdoden, daar selectieve voor te gaan inzetten. Ja, en dat geval is dan eigenlijk, in principe, hoe meer verschillende, hoe beter vaak. Hoe meer doelgerichte pesticiden in plaats van één allesvernietiger. Ja, dat is, ja. Heeft te maken met effect op de biodiversiteit in het milieu, waarbij dat we zeggen het is beter van één specifiek middel toe te passen dan van een breedwerkend middel waarbij je eigenlijk zowel het bodemleven als de omgeving meegeschaad wordt. Want die bestrijdingsmiddelen, als je die toepast, die blijven niet alleen op je plant of die komen niet alleen op je plant terecht. Die kunnen ook met de wind verwaaien naar de buren en dan ben je maar een buurman die in je tuinzetel zit en de boer komt langs en dan kan je meegenieten van zijn bespuiting en dan vind je dat ook niet zo fijn. Ja. Straks zeker ook nog meer over die chemische gewasbestrijding, maar er is natuurlijk ook nog de natuurlijke gewasbestrijding, bescherming natuurlijk. Is er ook nog de natuurlijke gewasbescherming en daar doe jij onderzoek naar. Is dat hetzelfde als biologische landbouw? Nee, die twee zaken die staan eigenlijk los van elkaar. Natuurlijke plaagbeheersing, dat is een systeem waarbij dat plagen beheerst worden door hun natuurlijke vijanden. Dus in het geval van insecten. Dus als je een insectenplaag hebt, dan worden die eigenlijk beheerst door insectenetende insecten. Dat zijn zowel de rovers in de insectenwereld. Dus dat is natuurlijke plaagbeheersing. Daarnaast bestaan er nog tal van alternatieve technieken, duurzame technieken, om gewasbescherming te gaan toepassen, zowel preventieve als curatieve. Bijvoorbeeld mechanische onkruidbestrijding is er één van. Je hebt ook fysische manieren, bijvoorbeeld onkruidbranden is een fysische manier om met onkruiden om te gaan. Het afdekken van teelten tegen insecten is ook een mechanische manier om plagen te gaan beheersen. Dus dat is één onderdeeltje, maar dat staat los van biologische beheersing, want in de biologische beheersing daar heb je ook nog de biologische middelen die gebruikt worden. Dat zijn dan middelen van natuurlijke oorsprong. Maar die zijn daarom niet minder schadelijk voor milieu dan de synthetisch geproduceerde middelen. Ja. Wanneer mag een appel nu biologisch genoemd worden? Wat zijn nu de richtlijnen daar rond? Laat ons opletten, biologische landbouw beperkt zich niet enkel tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat ook rond het gebruik van
of rond het niet-gebruik van kunstmeststoffen. Dus wij willen stalmest inzetten enzovoort. Dus het is breder dan enkel en alleen de discussie of het verhaal rond gewasbeschermingsmiddelen. Maar dus, er is een lijstje ter beschikking, hè, waarbij dat er een opsomming is van deze werkzame stoffen kan u toepassen in de biologische landbouw. En dan is dat vaak viervoud. Enerzijds spreken we over wat delfstoffen, koper, diatomeen, aarde. Dus dat zijn eigenlijk wat zaken die je gewoon kan scheppen in, van onze aardbol, bij manier van spreken. Dan heb je het verhaal van plantenextracten. Nee? Dus misschien is het nog niet zo duidelijk, maar oké, doorheen de tijden. Vroeger meer dan nu. Die planten verdedigen zichzelf ook. Hè. En waarom was een appel 2000 jaar geleden waarschijnlijk bijzonder bitter en, of een stukje zuur? En waarom is een appel vandaag zoet? Omwille van het feit dat die bitterstoffen die originele verdediging van die plant inhielden, dat die er eigenlijk uitveredeld zijn en dat we dus steeds meer streefden naar een grotere appel, een zoetere appel. Maar ja, die werd dan eigenlijk ook wel net veel aantrekkelijker voor die andere organismen om ook aan te vreten. Dus een plant heeft natuurlijke defensiemechanismen en we kunnen daar plantenextracten uithalen. Een derde groep is dan eigenlijk de bacteriële of de micro-organismen die ook kunnen bepaalde stoffen produceren die dus een insectisch of een bestrijdingseigenschap hebben. Nee, dan ben je bezig als het ware aan het bier brouwen, maar in de plaats van dat je bier brouwt, ben je dus bepaalde stoffen aan het maken in een bioreactor die nuttig zijn en die kunnen ingezet worden. En dan de vierde groep is wat ze wat noemen, is wat misleiden en dat zijn de feromonen. Dat zijn de signaalstoffen waarmee insecten bijvoorbeeld met elkaar gaan communiceren en die signaalstoffen, als je die gaat opeens synthetisch of kunstmatig inzetten in de natuur, die zorgen ervoor dat die insecten wat verward zijn. Hè. Ze denken van het wijfje zit daar. In de plaats daarvan zien ze daar een plastieke tube bij manier van spreken. Dus dat zijn een beetje de stoffen en de overheid heeft ze mooi ingedeeld die je kan toepassen in biologische landbouw. Ja. Je zei het daarnet ook al, het is niet per se daardoor dat die middelen veiliger zijn, omdat ze van natuurlijke oorsprong zijn en chemische gewasbeschermingsmiddelen uit het lab komen, bij manier van spreken. Wat moet ik daar dan onder verstaan? Wat kan er gevaarlijk zijn aan de biologische beschermingsmiddelen? Er zijn een aantal biologische middelen die ook breedwerkend zijn en die als die ingezet worden tegen een bepaalde plaag, die ook de nuttigen gaan afdoden. Het is niet omdat het de term biologisch heeft dat het per se goed is voor het milieu of zo. Dus bio is ook een wettelijk beschermd, dat is een label. Hè. Daar heb je enerzijds die gewasbescherming die eraan hangt, maar er hangen er nog heel veel andere zaken rond ook. En binnen dat deeltje van die gewasbescherming is het niet noodzakelijk, hè, omdat het een natuurlijk product is, dat het goed is voor het milieu. Ik heb daar eigenlijk een anekdote over. Ergens in de begintijd, toen ik pas aangesteld was in het labo, kwam de televisie langs en die dame die kwam af en die was dan echt. Ze toonde zo aan de ene kant: dit is de biologische appel en dit is de conventionele of degene met de conventionele producten erop toegepast. En dan vroeg ze aan mij van: nou ja, welke appel ga je kiezen? En ik zei: ja, ik kies eigenlijk dan toch nog liever die conventionele appel. En dan zegt ze, maar die biologische is toch veel gezonder enzovoort. Ja, maar ik zeg, we hebben daar een biologisch bestrijdingsmiddel op aangetroffen en hier hebben we een gewoon conventioneel bestrijdingsmiddel op aangetroffen. En eigenlijk, als we kijken naar de toxiciteit, dan is de toxiciteit van het gewone middel, als we dat testen via rattenproeven en muizenproeven, dan zien we dat die toxiciteit van dat synthetisch middel lager ligt dan de toxiciteit van dat biologisch middel, gewoon aangetoond in labotests. En ik zei er dan ook, ja, kijk, voilà, een slangenbeet is 100% biologisch, maar je valt er wel van dood.
En dan zei ze, ja oké, dit is toch wel wat complex om te vertellen aan onze kijker. Dus op dat moment dacht ik van oké, je kan dat toch wel ergens begrijpen. Dat als we een kilogram zout eten of we eten een kilogram suiker. En het is dan niet in kilogrammen dat ik moet spreken. Maar als we dan 100 gram zout of 100 gram suiker eten. Van die 100 gram zout zullen we toch wel eigenlijk wat meer negatieve effecten ondervinden. Dan die 100 gram suiker, ook al is het alle twee al veel. Dus elke stof is verschillend. En dat is zo moeilijk in het hele debat rond bestrijdingsmiddelen. We hebben misschien in tussentijd al 1.500 werkzame stoffen die we gekend hebben. In Europa hebben we er 350 die officieel mogen gebruikt worden in de gewasbescherming. En als we dan eigenlijk kijken van die 350 en als iemand mij dan aanspreekt, ik moet dat niet hebben. Dat zit vol met bestrijdingsmiddelen enzovoort. En dan vraag ik altijd, 1. Welk type of welk middel, waar spreek je van? En 2. Wat is de dosis? Hoeveel zit er van in uw groente en in uw fruit? En dan kom ik terug en dan gaan we kijken van inderdaad, ik moet het ook niet hebben of ik moet het wel hebben. Het ene middel is het andere middel niet. We kunnen het niet allemaal op een hoop gooien. En er zijn er ook te veel om eigenlijk alles van buiten te kennen om te zeggen van 350, oké, zeg mij nu een keer, gaan we van dit, dat en dat en dat tegenkomen. Het is geweten in de boeken, maar om dat als persoon van buiten zoiets een antwoord op te geven, kan ik niet. Ja. Niet om alles op een hoop te gooien, maar als we in de winkel een appel, een aardappel, een peer kopen, een tomaat, hoeveel resten zitten er dan nog op van die bestrijdingsmiddelen? Hoeveel is misschien ook weer niet de juiste vraag, maar in welke mate moeten we ons zorgen maken, is misschien nog een betere vraag daarover. Ikzelf maak me geen zorgen. Dat is ook omdat ik weet van dichtbij hoe dat de voedselveiligheid gegarandeerd wordt. Dus als je vraagt van loop jij naar de winkel, inderdaad, eigenlijk bijna niet. Maar goed, lopen ze bij mij thuis naar de winkel achter biovoeding, dan is het antwoord eigenlijk nee. Want ik zou niet weten waarom dat het op vlak van gezondheid beter zou scoren dan op vlak. Dan is het. Je kiest duidelijk voor een bepaald landbouwsysteem. Wat ik dan eigenlijk ook zou bij momenten associëren met. Oké, dat is ambachtelijk, het is sympathiek, het is goed dat het bestaat. Het inspireert, het geeft ons inzichten hoe dat we kunnen evolueren naar de toekomst. Maar kunnen we daar een onderscheid maken tussen. Oké, het ene hoeft duurder te zijn omdat het een bio-oorsprong is en de andere mag goedkoper zijn omdat het van conventioneel zijn. Dus eigenlijk in dat verhaal loop ik niet mee. Maar goed, we bekijken het ook. Hè. Is het gezond, is het niet gezond? Dus een beetje cijfers, denk je dat de 60-70% van alle geteste groenten en fruit die bij ons op de markt komen, dat we dus eigenlijk gewoon geen bestrijdingsmiddelen in aanwezig vinden. Dus daar zit niks in. Dus 60-70% is het beneden wat we dan noemen kwantificatie of rapportagelimiet. Dus dat wil zeggen dat er weinig in zit tot niets. En dan van de geteste producten, oké, dan spreek je dan nog van de overige 30%. Daar zitten op het einde van de rit een viertal procent waarbij dat we zeggen, oké, dat komt nu wel net boven de norm. Maar dat boven de norm zijn heeft op zich ook niks te maken met gezondheid. Want de norm is gebaseerd op wat de boer in het veld doet. En dat is een zeer complex verhaal. Waarom? Omdat vele mensen zeggen, ah, de norm is overschreden. Oei, ik ga vergiftigd zijn. En dat is nu net niet het geval. De norm gaat testen wat die boer in het veld gaat toepassen. Die boer mag niet meer toepassen dan dat hij toegelaten is. En die gaat een dosis aan toepassen die net voldoende is voor uw onkruid te bestrijden. Of die net voldoende is voor dat insect of die schimmel te bestrijden. En het is een beetje in contrast met wat ze misschien bepaalde mensen dan thuis doen. Van ik ga een beetje extra doen en dat gaat zeker goed werken. Een landbouwer doet dat niet. Een landbouwer moet zich houden aan het etiket. Die gaat correct toepassen. En doet hij dat niet, oké, dan zal hij de rekening gepresenteerd krijgen. Wordt zijn product tegengehouden, droogte van de veiling, en wel, dan zal hij het allemaal mogen terughalen. En dan zal hij de schade moeten betalen enzovoort van transport.
wordt heen en weer. En zal hij ook geen inkomen hebben. Dus hij doet dat niet, dat verhaal. Dus hij gaat gewoon toepassen wat nodig is in het veld. Maar hij wordt erop gecontroleerd. En dat is de norm. Dus wat er in de winkel komt, wordt gecontroleerd op de norm van hoeveel mag daarop zitten. Wanneer spreek je van een gezondheidseffect? Dat wil zeggen, hoe meer dat je van iets eet, hoe meer bestrijdingsmiddel dat je er binnen krijgt. Dus als we spreken over aardappelen of wat is het dan, pasta enzovoort, dan eet je misschien een grote of boterhammen, dan eet je wel vrij veel van op een dag. Maar als je spreekt over kruiden en kleine hoeveelheden, eet je bijna niks op. Maar zowel die kruiden als die pasta als die aardappelen, die moeten allemaal beantwoorden aan de norm. En het is niet omwille van het feit dat je heel weinig kruiden opeet, dat je daar echt wel veel pesticiden mag op aantreffen, want zo werkt het systeem niet. Ja. Mm-hmm. Ja, los van het gezondheidseffect wil ik daar toch ook nog op aanvullen van als we dan naar de biodiversiteit op zich gaan kijken, daar scoort bio dan wel beter op. Veel biolandbouwers, ondanks het feit dat ze ook natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruiken, streven er toch naar om dat zo weinig mogelijk te doen en onder zo laag mogelijke dosissen. Bovendien, in de praktijk zien we ook dat biolandbouwers echt wel een holistische visie hebben, aan systeemdenken doen op een bedrijf, waardoor ze ook bloemrijke akkerranden gaan aanleggen. Ze gaan met benkerplantsystemen beginnen werken, houtkanten aanleggen, waardoor dat wij zien op insectenvlak dan dat biologische percelen wel een hogere diversiteit herbergen dan op gangbare percelen. Ja. Hmm. Die middelen worden nu, de middelen die nu op de residuen die nog overblijven op het fruit en de groenten, die worden getest, er worden normen gemaakt. In welke mate zijn we zeker dat die normen correct zijn? Misschien waren er vroeger ook middelen die gebruikt werden waar er toen enthousiasme over was en waar pas veel later gevolgen van ontdekt worden, zowel voor gezondheid als voor het milieu? Als je het mij vraagt, denk ik dat we vandaag de dag veel inzicht hebben op vlak van menselijke gezondheid. Het zou mij verwonderen mochten we nog grote misstappen zien. Dat wil zeggen, en dan kom ik weer rond het verhaal van DDT uit. Men heeft het gelanceerd. 39 de werking ontdekt, 49 toegepast in de landbouw. En in 62 was het boek al op de planken aan het liggen van Silent Spring van Rachel Carson. Dat is de dame die dus eigenlijk aan de alarmbel trok rond die problematiek. Dus dat was op minder dan 10 jaar tijd dat men de neveneffecten ervan inzag. En dat men dan in 72 het van de markt gehaald is. Dus die snelheid zie ik de dag van vandaag niet meer gebeuren met middelen die nu op de markt komen. Dus we hebben geleerd uit het verleden en ik vertrouw daar ook op dat we dat goed geleerd hebben. En als je dan denkt aan de toxicologie, die heeft ook een enorm weg afgelegd. Onze inzichten in toxiciteit zijn enorm gegroeid, waarbij dat je in de jaren 60, 70 met 5 ratten of 5 honden bezig was met een hoeveelheid van die bestrijdingsmiddelen aan het voeren. Eigenlijk 10 in totaal. En dat je dan zei, van die 10 vallen er 5 dood. Voilà, 50% mortaliteit, is men eigenlijk veel verfijnder gaan kijken. Van eigenlijk gewoon dierenproevend observeren is men naar organen gaan kijken. Van organen is men gaan kijken naar cellen. En van cellen is men gaan kijken naar celmechanismen. Dus uiteindelijk op een steeds kleinere schaal om te zien wat men dan zegt. Die adverse, dus het nadelig padwijs, dus wat daar allemaal in die mechanismen zit, wordt dat niet nadelig beïnvloed. Dus men kijkt met een enorme grote vergrootglas hoe dat nu precies in zijn werken gaat. En ik vergelijk dat dan een beetje met een hardloper. Dus we kunnen zeggen, ik weet nu niet, de 100 meter is in 9 seconden of zoiets. Gaat hij daar nog veel seconden van afdoen? Ik denk het niet. Gaat de toxicologie nog veel grote stappen zien op vlak van zaken die zij vandaag niet kunnen vatten? Ik denk het ook niet. Dus ik heb het gevoel van op vlak van menselijke gezondheid dat we dat goed bestuderen, dat we daar veel kennis van hebben en dat we dat eigenlijk wel min of meer onder controle hebben. Hebben we dat dan eigenlijk onder controle voor het milieuaspect? Dat is dan natuurlijk koffiedik kijken, omdat we... Het zijn twee zaken.
Een mens is een groot wezen. Is niet te vergelijken met wat micro-organismen die dan eigenlijk wel aan de dosis die we toepassen op het veld om planten en onkruiden en insecten, onkruiden en insecten en schimmels te bestrijden. Die dimensies zijn bijna in de grote orde van heel wat van onze biodiversiteit. En op dat vlak is het zoeken en is het kijken van afwegingen en het voordeel en het nadeel ten opzichte van elkaar afwegen. Ja. Dus qua gezondheid voor ons dan kunnen we misschien wel zeggen dat het verschil niet echt groot of niet groot is tussen beiden. Qua biodiversiteit lijkt het dan toch beter om op biologische landbouw in te zetten. Waarom kunnen we dan niet die volledige omslag maken naar die biologische landbouw om daar veel meer op in te zetten? Nu, ik denk dat we vooral in ons achterhoofd moeten houden dat elk systeem zijn voor- en zijn nadelen heeft. En een van de nadelen van biologische landbouw is dat dat heel sterk oppervlakte gebonden is. De omschakeling van gangbare landbouw naar biologische landbouw. Daarbij heb je een opbrengstverlies van 15-25%. Dat betekent dus dat landbouwers eigenlijk aan oppervlakte uitbreiding zouden moeten doen om evenveel opbrengst te behalen in een biologisch systeem. Nu, er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. Maar dat is dus één van de zaken. Niet elke landbouwer heeft die capaciteit om aan perceelsuitbreiding te doen. Ook in een biologisch systeem wordt er heel veel ingezet op variatie, ook variatie aan teelten. De kringlopen worden gesloten, veel biologische bedrijven zijn gemengde bedrijven die zowel aan dierlijke productie doen als plantaardige productie. De mest die geproduceerd wordt door de dieren wordt dan op het veld verspreid. Dat zijn omslagen die niet voor elke gangbare landbouwer zo eenvoudig zijn. Dus theoretisch kan het, volgens mij, maar in de praktijk ligt het toch iets moeilijker. Want je zegt gebied uitbreiden, maar anderzijds hoor ik heel vaak op het nieuws dat er overschotten zijn van bepaalde gewassen. Kan je niet op die manier de puzzel herleggen om dan toch voldoende grond te hebben voor alles, om iedereen te voorzien van voedsel? Ja, dat is een theoretische mogelijkheid ook om die puzzel te gaan herleggen. Er zijn inderdaad heel veel voedseloverschotten, voedselverspilling. Dus dat is een zaak die zou moeten aangepakt worden. Anderzijds heb je ook de consument die mee moet, want biologische voeding heeft ook een prijskaartje. Er worden daar hogere prijzen voor gevraagd. Dus als die consumenten niet mee gaan evolueren naar meer consumenten die biovoeding willen kopen, ja, dan kom je ook weer een straatje. Dan gaat die biovoeding weer goedkoper worden, eigenlijk zoals de gangbare voeding. En gaan landbouwers weer geen eerlijke prijs krijgen voor het voedsel dat ze produceren. Want er wordt vaak als argument gegeven, biovoeding is te duur. Maar eigenlijk is het de gangbare voeding die te goedkoop is. Natuurlijk, in tijden van economische crisis is dat een moeilijk verhaal om te brengen. Maar dat is wel, ja, de maatschappij gaat daarin moeten evolueren. Ik denk dat uw vraag ook een beetje is, waarom zouden we zoveel aardappeltjes moeten kweken om dan in de frietfabriek te verwerken en dan de frietjes heel de wereld rond te sturen. Dit is blijkbaar toch al iets wat al sinds de middeleeuwen het geval is. Dus een regio als Vlaanderen is bijna al honderden jaren afhankelijk van import van groenten en fruit. Dat is een deel van de handel, dus het is een systeem ook. Hè. Dus je hebt dan ook de vraag, waarom moeten wij al die varkens kweken om dan al die beenespen naar China te sturen enzovoort. Ik heb het daar wel een stukje moeilijk mee, want in de discussie rond die varkens, als we dan spreken over dierenwelzijn enzovoort, dan ben ik ervan overtuigd dat geen enkel land buiten Europa, alleszins al niet, zich veel bekommert over dierenwelzijn. Je ziet daar die kistkalveren, je ziet daar de batterijhennen enzovoort, die zijn daar bijzonder populair. Tot zelf denk ik in Oekraïne zijn die legbatterijen daar nog allemaal schering en inslag. En dan staan wij hier met ons een uitloop van die kippen in dat groen gebied enzovoort, wat allemaal heel sympathiek is enzovoort, maar gaan we dat nu allemaal uitbesteden aan het buitenland, omdat eigenlijk iets is waar wij zelf goed in zijn, zeggen van oké, kijk, we gaan dat nu stoppen en we gaan eigenlijk, dierenwelzijn is juist
tot aan mijn achtertuin. En eigenlijk een keer dat het over de grens is, zie ik het niet meer en ben ik er niet meer, lig ik er niet meer wakker van. Het is eigenlijk het hele verhaal dat je moet mee hebben en moet je ook de vraag kunnen stellen van, willen we daar rond de ethische vraag feitelijk, willen we daar rond debatteren of niet? Maar je moet wel, in mijn gevoel, een stukje consequent zijn in heel die discussie. Dus waarom bepaalde teelten wel? Gewoon omdat het hier goede grond is. En waarom andere teelten niet? Ja, omdat het niet lukt. Waarom hier nog koeien zetten op grasland? Wel, op die grasland, op dat grasland ga je geen akkergewassen kunnen kweken. Zo simpel, dat werkt niet. Dus die zandgronden, ik ben afkomstig van Brugge enzovoort. Bij mij is het wat zandgrond in de tuin. Gaat daar niet veel uithalen hoor. Ik heb ook nog een tijdje in Halle gewoond en ik was verwonderd van wat dat mijn opbrengst was van mijn frambozenstruik in de plaats van daar die twee bessen die eraan kwamen. Had ik 3-4 potten confituur ervan en van diezelfde plant en het was maar één struik. Dus uiteindelijk, wat dat je uit die grond kunt halen is zo verschillend en die landbouwgrond is ook in Vlaanderen zo verschillend en die discussie van ik ga al die koeien en varkens enzovoort buiten gooien. Ik heb dat daar een stukje moeilijk. Het is natuurlijk niet vandaag over dierlijke productie, maar ik denk dat we daar toch een stukje moeten over stilstaan. Wat kan die grond opleveren en hoe moeten we dat doen? Gaan we nu opeens beginnen de productie allemaal in landen als Brazilië overlaten enzovoort? Hey, we hebben het verhaal in Oekraïne ook gezien. Hey. Mensen komen opeens tot de vaststelling, die granen die worden allemaal van Oekraïne hier gebruikt voor brood te bakken bij ons. Je stond daar niet bij stil, maar opeens komt de prijs met zoveel procent naar boven. Nee, in plaats van €25 is het nu €35. Ja. Mijn zondagmorgen in de bakker. Dus zo zien we dat. We hebben het tot nu toe inderdaad vooral gefocust op gewassen die hier geteeld worden en die hier beschermd worden, die hier aan ook, die middelen zijn ook aan richtlijnen gebonden. Hoe zit dat inderdaad met geïmporteerde groenten en fruit, geïmporteerde gewassen? Zijn die die regels even streng of riskeer je toch dat als fruit uit het buitenland komt dat er wat meer residu's op zitten van pesticiden? Je riskeert natuurlijk dat er wat meer op zitten, maar is de controle daarvoor minder? Het antwoord is nee. Men heeft ook een aantal, ja, moet ik nu zo zeggen, landen die een beetje meer gecontroleerd moeten worden als ze wat uitvoeren naar Europa. En die dan uiteindelijk wat strenger bekeken worden dan andere landen. Maar natuurlijk is er een ongelijk speelveld. Hé. Je hebt mensen en landbouwers in Europa die een aantal bestrijdingsmiddelen niet mogen gebruiken op hun gewassen. En dan heb je een aantal landen buiten Europa die bestrijdingsmiddelen wel kunnen gebruiken. En daar zijn dan normen die ik daarnet verteld heb. En die normen die gelden ook aan de grens. Dus als die onder de norm zitten, dan komen die mooi Europa binnen. En dan is dat niet de vraag van, oké, is dat nu een gezondheidsprobleem, ja of nee? Dus gewoon omdat die norm niet gebaseerd is op gezondheid, dat dus eigenlijk die mensen in die landen buiten Europa die ook mooi kunnen toepassen als de wetgeving hen dat toelaat. Ja. Mm-hmm. Ik wil ook nog eens inzoomen op die natuurlijke gewasbescherming. Kan je daar wat meer voorbeelden van geven? Van hoe ziet dat er precies uit, die natuurlijke gewasbescherming? Bedoel je met natuurlijke plaagbeheersing dan? Ja. Natuurlijke plaagbeheersing, dat is dus die natuurlijke vijanden die je plagen gaan beheersen. En daarbij kan je, ja, hangt het ook een beetje af van de teelt. Hè. Als je in een serre teelt zit, dan zit je in een gesloten systeem. Als er daar plagen optreden, dan kan je commercieel beschikbare natuurlijke vijanden aankopen. Bijvoorbeeld tegen spint en kastteelten van tomaat, paprika, kan je roofmijten aankopen. Je zet die dan uit in jouw serre. Die gaan die spintmijten gaan bestrijden. En op die manier heb je eigenlijk op een natuurlijke manier jouw plaag bestreden. In open veldomstandigheden ligt dat een stuk moeilijker, omdat je in open veld zit. Hè. Dat zijn insecten die kunnen zich bewegen. Je gaat die uitzetten, die gaan heel lokaal iets doen. Maar
Als er in de omgeving geen alternatieve voedselbronnen voorzien worden voor die nuttigen, ja, dan gaan die plaag eventjes bestrijden. Die plaag, lokale plaagpopulaties die gaan uitsterven en dan zijn die nuttigen weg naar andere oorden. Dus om zo'n systeem in open lucht te doen werken, moet je eigenlijk alternatief voedsel voorzien voor de nuttigen. En dat kan je doen door nectar en pollen te voorzien. Heel wat natuurlijke vijanden die hebben in de loop van hun leven nectar en pollen nodig om hun levenscyclus te kunnen vervolledigen. Voorbeelden daarvan zijn sluipwespen, zweefvliegen, gaasvliegen. Daarvan zijn het eigenlijk de larven die de natuurlijke vijand zijn van plagen. Maar natuurlijk, op een bepaald moment worden die larven ook adult. Dan wordt dat een zweefvlieg, een gaasvlieg. En die voeden zich niet met plagen. Dus die moeten dan kunnen overschakelen op een andere voedselbron. En die voedselbron die kan je voorzien onder de vorm van bloei, van bloemen. Dus dat is dan die nectar en die pollen. Je hebt dan nog een andere groep natuurlijke vijanden, zoals de lieve heersbeestjes, de roofwantsen, waar het eigenlijk zowel de larven zijn als de adulten die plagen gaan eten. Maar ook daar zien we dat ze gaan die plagen aanvallen. Die plaagpopulaties gaan op een bepaald moment in elkaar vallen. Maar dan hebben uw populaties van uw natuurlijke vijanden ook opnieuw een aanvullende voedselbron nodig. En dat is dan weer onder de vorm van nectar en pollen. Dus dat is een beetje een probleem in ons huidige landbouwlandschap. Als je rond jou kijkt, dan is er heel weinig bloei nog aanwezig. Waardoor dat er eigenlijk heel weinig natuurlijke vijanden nog aanwezig zijn in en rond landbouwpercelen. Dus een manier om dat te voorzien is dus echt bloei gaan voorzien. Dan ga je ook zorgen dat die natuurlijke vijanden daar kunnen overwinteren. En ga je eigenlijk een soort standing army creëren van zodra er plagen zijn dat die kunnen ingrijpen en er dan hopelijk voor zorgen dat die plaagpopulaties niet tot exponentiële groei overgaan. Ja, want in dit geval moet je ze steeds kopen bijvoorbeeld en dan loslaten in de serre. Voor een gesloten systeem kan het misschien ook niet anders. Maar op een open veld is het nu zeer moeilijk om die vijanden, natuurlijke vijanden, te lokken en daar te houden. Je moet ze altijd introduceren. Nee, niet noodzakelijk. Als er bloei voorzien wordt, dan gaan ze wel vanuit de buurt ook wel naar percelen gelokken. Je kan ze ook lokken door specifieke bloemen uit te planten. Ja. Dus je hoeft niet per se uit te zetten. De voorkeur gaat er naar uit van voldoende diversiteit te voorzien in en rond de percelen. En dan gaan die daar wel vanzelf aanwezig zijn. Ja. Uitzetten, dat kan, maar dat is vooral handig in een gesloten systeem. Ja. Het is ook opnieuw een kwestie van ruimtegebruik, denk ik dan. Hoeveel bloemen moet je dan aanplanten om een leger actief te houden? Ja, dat is inderdaad een punt. Hè. Er wordt daar een stuk landbouwruimte eigenlijk voor opgegeven. Nu, die bloemenranden die hoeven niet zo gigantisch breed te zijn. Je hebt beter een smalle rand die over een grotere lengte doorgaat dan een superbrede rand. Gemiddeld wordt dat aangelegd op een 3 meter, omdat dat de breedte is van de machine om te zaaien, gewoon uit gemak. Maar het is wel een feit, hè. Als je bloemrijke akkerranden zou aanleggen om echt een natuurlijke plaagbeheersing te doen, dan is die afstand wel een dingetje. Want in theorie kunnen insecten super ver vliegen, maar in de praktijk, wel, ze zeggen zo, lieve heersbeestjes kunnen 2 tot 3 kilometer vliegen in theorie, maar in de praktijk zien we dat die natuurlijke vijanden en pollinatoren ook, dat die eigenlijk zich beperken tot een 50-tal meter. Dus een bloemrijke akkerrand kan maar effect hebben tot 50 meter in de akker. Dat wil dus ook zeggen dat je eigenlijk om de 50 meter van die bloemrijke akkerranden zou moeten voorzien. En dat neemt dus wel wat ruimte in beslag. Ja. Kunnen we hieruit ook iets leren voor ons eigen moestuin? We hebben last van slakken, van bladluizen. Kunnen we die methode ook toepassen om die vijanden ook te lokken? Ja, zeker. Hè. Door een diverse moestuin, maar ook een diverse tuin te voorzien van bloei. Daarmee kan je heel wat nuttige lokken die er dan voor gaan zorgen dat je geen of minder last krijgt van plagen in jouw tuin. Belangrijk hierbij is, het is niet altijd om het even welke bloemen dat je uitplant. Belangrijk daarbij is dat het open bloeiwijzen zijn. Een voorbeeldje dat ik daarvan kan geven, als je op Valentijn een boeket bloemen voor je vrouw hebt gekocht,
Dan ga je naar de bloemisten, daar kan je van die heel mooie, volle rozen kopen. Maar voor een insect is dat niet zo fijn. Die bloemblaadjes die zitten veel te dicht op elkaar. Vaak zijn die ook geteeld om dus meeldraden om te zetten in bloemblaadjes. Dat insect kan die gaan daar niet zo blij mee zijn. Veel beter is om dan bijvoorbeeld open bloeiwijzen te gaan gebruiken. En een voorbeeldje daarvan is als je aan de zee gaat wandelen, dan zie je zo duinroosje vaak staan. Dat is de natuurlijke variant van de rozen. En die zijn volledig open. Daar kunnen insecten veel gemakkelijker bij. Dus dat is één zaak om rekening mee te houden. Daarnaast gaat de voorkeur ook uit naar inheemse bloemen en planten. Waarom is dat wel? Onze inheemse bloemen en planten die hebben een jarenlange periode van evolutie samen met onze inheemse insecten afgelegd. Dus die zijn volledig op elkaar afgestemd, waardoor dat je inheemse insecten ook meer gaat kunnen stimuleren door inheemse planten aan te leggen. En dan daarnaast is het ook belangrijk om een zo groot mogelijke bloeiboog te voorzien. Wat wil dat zeggen? Wel, we willen eigenlijk van zo vroeg mogelijk in het seizoen tot zo laat mogelijk in de herfst bloei gaan voorzien. En dat kan je door daar rekening mee te houden bij de aanplant in jouw tuin. Ja. Dus samengevat, een goede moestuin heeft nood aan een goede bloementuin ernaast. Eigenlijk wel. Ja. Wat die plagen betreft, als de natuurlijke bestrijders ingevoerd worden, aangebracht worden of vanzelf afkomen, dan zullen zij groeien en eten zolang er die plagen zijn. Maar die plagen komen waarschijnlijk eerst. Zijn die vijanden, komen die snel genoeg? Dat is zo, hè. Dat is een ecologisch principe. Je hebt eerst jouw plaagpopulatie, die stijgt en vlak daarna komen de natuurlijke vijanden. Dat is zo, daar kan je niet van onderuit. Als je voldoende bloei voorziet en voldoende schuilplaatsen voorziet voor nuttigen, dan heb je zo'n standing army en dan kunnen die ingrijpen snel genoeg. Om ervoor te zorgen, eigenlijk een beetje zoals bij COVID, smash the curve, zodanig dat die plaag niet tot exponentiële groei overgaat en dus vermijdt dat heel uw moestuin volledig weg is. Dus ja, dat kan, maar je gaat nooit met natuurlijke plaagbeheersers uw plaag tot een nulpunt krijgen. Je gaat altijd wel een zekere restant overhouden. Ja, is een chemisch gewasbeschermingsmiddel dan, een bestrijdingsmiddel dan een noodzakelijk kwaad om het volledig te kunnen beschermen? Of is het ook niet erg dat er nog een rest van een plaag achterblijft? Ik denk dat we daar het onderscheid een beetje moeten maken tussen in een landbouwsysteem en in je eigen moestuin. In je eigen moestuin denk ik dat het niet zo erg is als er nog een vijftal bladluizen op je sla zitten. Dan was je ze gewoon een keer extra. Ja. En in de landbouw? Ja, mijn visie is, laat de chemische gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouwer, voor de professionele mensen. Zij zullen dat op een goede manier toepassen, met de juiste spuitapparatuur, met de juiste spuitsnelheid, met de juiste kennis van zaken. En dan, ja, oké, voor particulieren, ervaar maar hoe moeilijk de natuur is en hoe groot dat de concurrentie is. En dan kan je misschien wat extra waarderen wat die landbouwer op het veld jaar in, jaar uit meemaakt. En dat hij dus eigenlijk wel dan toch wel dankbaar gebruik maakt van een aantal technologieën die er aanwezig zijn. En het is niet of, maar het is waarschijnlijk en, of een combinatie van die zaken. En daar zijn we op dit moment dagelijks mee bezig. Hè. Welke tools of welke gereedschappen zitten er in onze gereedschapskist om die gewasbescherming de baas te kunnen? En dan heb je nog niet alleen de problematiek van technieken en de problematiek van chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar daar zit dan ook nog de problematiek van GMO's en resistentie mechanismen die we willen eigenlijk doorbreken. Dat is eigenlijk een aantal verhalen die allemaal met elkaar te maken hebben. En het is een zoektocht en het antwoord is van, het is niet van, voilà, ik heb nu een oplossing gevonden in dat systeem en we gaan nu massaal in dat systeem vooruit. Het is gewoon, we moeten afwisselen en we moeten combineren.
Ja. Voor de moestuin bij ons thuis dan, dus voor de landbouw, is het moeilijk om volledig op biologische landbouw over te stappen. Dat hebben we daarnet al besproken. Zouden we in onze privémoestuin dat wel allemaal moeten doen uit eigen overtuiging of verplicht? Dat alle pesticiden voor particulieren verboden zouden moeten worden? We zijn de avond gestart met het verhaal van we zijn in competitie met de natuur. Dus dat wil zeggen of dat je nu op een landbouwbedrijf bezig bent of je bent in jouw tuin bezig. De natuur zal langskomen en zal zijn plaatsje opeisen. Dus dat is het eerste verhaal. Ons of mijn visie, of denk ik onze gezamenlijke visie is... Oké, we gaan dus in uw moestuin niet de grote middelen inzetten. En eigenlijk de overheid heeft dat een beetje geïnitieerd. Dat wil zeggen dat als je naar de winkel loopt... de doe-het-zelf-zaken enzovoort, die je van producten kan voorzien. Sinds 2 jaar heb je geen toegang niet meer tot de synthetische herbiciden. De synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn van de markt. Dus die heb je niet meer. Dus het strafproduct en het product dat zeer goed werkt, is er niet meer. Dat is begonnen in 2018 met de afschaffing van een klinkend product. De naam is glyfosaat. De commerciële naam was Roundup. Maar goed, er werd ook nog onder andere namen op de markt gebracht. Maar goed, Roundup was het meest gekende. Dus men heeft op een of andere manier beslist van we halen het van de markt. De overheid vindt dat het niet meer aan de particulier is om het te gebruiken. En ik denk dat op zich, ja, dat is een keuze die men maakt. En het is eigenlijk nadenken van hoe willen we naar de toekomst toe met die middelen bezig zijn. Een tweede aspect is dat men ook gezegd heeft van de producten moeten toegepast worden door gediplomeerde mensen. En wat is dat? Zoals jij en ik een rijbewijs hebben voor de auto, moet de landbouwer een spuitlicentie hebben. Dus hij moet naar de schoolbanken en hij moet daar eigenlijk bij leren dat hij op een verantwoorde manier met die chemische stoffen overweg kan. En wat is er dan nog over in die winkel? Wel ja, goed, men is nog niet over de insecticiden bezig geweest. Dus waarschijnlijk heeft dat ook te maken met de wespenplagen die her en der misschien wel opduiken. Dus in zekere zin is het wat vreemd, oké, dat men daar nog niet de synthetische insecticiden aangepakt heeft. En voor fungiciden is men ook nog niet zo ver gevorderd. Maar eigenlijk, waarschijnlijk is dat de grootste markt, namelijk van de verdelgingsmiddelen van onkruiden. En die heeft men aangepakt. En dus alle synthetische middelen die door de mens gemaakt zijn, zijn weg. We hebben wel nog wat alternatieven. Nee? Dus wat vetzuren enzovoort, wat plantenextracten die mogelijkse effecten hebben. Maar wat we dan eigenlijk dan ook ervaren van, dat gaat nogal moeilijk. En dan schakelt men over tot die branders en die stoommachines en die heetwatersysteem, wat ook een mogelijkheid is. Hè? Of dan eigenlijk, ja, misschien zet men terug mensen met de hand bezig de stoep proper te maken enzovoort. Ja, dat kan ook natuurlijk nog altijd in de moestuin zelf onkruid trekken met de hand. We hebben het tot nu toe vooral gehad over het bestrijden van plagen eens ze er zijn. Is er ook een mogelijkheid om die al van lang op voorhand te voorkomen? Kan er op een andere manier misschien al landbouw worden gedaan om te vermijden dat die plagen zelfs maar verschijnen? Ja, er zijn een heleboel preventieve technieken. Een daarvan is bijvoorbeeld het gebruik van resistente rassen. Door gericht jouw ras te gaan kiezen, kan je ook al vermijden dat er veel plagen opkomen. Andere preventieve technieken die gebruikt worden in de groenteteelt is het afdekken van teelten met netten, met afdekmateriaal, om te voorkomen dat de plagen tot bij jouw teelt komen. Maar ik veronderstel dat Pieter wel nog een aantal preventieve technieken... Misschien eventjes het verhaal wat open trekken. Nee, biologische landbouw is eigenlijk een onderdeeltje van het systeem agroecologie, waarbij dat men denkt, een gezonde plant in een gezonde bodem wordt niet ziek. Dus dat is het uitgangspunt. Dus men kijkt, wat is nu een gezonde bodem? Men probeert daar wat compostmateriaal door te vermengen. En dan denkt van, oké, stalmest enzovoort, zijn een aantal zaken die zouden kunnen ertoe wijzen van, oké, we hebben niet met een gezonde bodem te maken. De stelling van de mensen die dat aanhangen is van, de bodem is kapot gemaakt.
Je hebt twee soorten van manieren. Je hebt enerzijds erosie, waarbij dat die toplaag van de helling verdwijnt in het oppervlaktewater. En anderzijds heb je natuurlijk het verdoemde gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen die zo ook in die toplaag maar blijven hangen en die men eigenlijk ook liever niet heeft, omdat bepaalde, je moet weten, bodembacteriën, je hebt microbiologie in die bodem, dus die bovenste 5 centimeter is eigenlijk een zeer levendige laag. En dus eigenlijk dat leven, dat moet ergens op een of andere manier onder controle gehouden worden. En als dat gezond is, dan kan je daar naar verluid gezonde planten ook gaan inkweken. Dus dat is het uitgangspunt van agroecologie. Daar is men over aan het nadenken. En dat is eigenlijk het onderzoek dat dagelijks gesubsidieerd wordt vanuit Europa en bejubeld wordt door Jan en Alleman. Als dat is de toekomst voor de komende, voor de mensheid. Hè. Dus daar is het verhaal. Zelf bekijk ik dat en bewonder ik dat, zal het zo zeggen. En dan zullen mensen zeggen, dat is niet zo leuk, maar ik kijk daar ook, en ik heb het daarnet gezegd, we hebben eigenlijk een soort van gewassen geteeld die feitelijk zeer ziekte- en plaaggevoelig zijn. Die gewoon omwille van het feit van de veredelingstechnieken op zich niet meer zijn wat ze waren. Ze hebben hun natuurlijke defensiemechanismen verloren, dus zijn zij vatbaar voor ziekten. Het antwoord is natuurlijk zo. En gaat dat binnen 20 jaar zo zijn? Dat zal ook zo zijn. Gaat dat binnen 100 jaar zo zijn? Dat zal ook zo zijn. Wat wij allemaal meegemaakt hebben, ik denk dat er hier van die mensen waren en ze waren tiptop gezond. Hey. Waarschijnlijk 's morgens of 's avonds in de fitness en gezonde voeding op tafel en de vitaminen en de fruitsap enzovoort. Maar zij zijn wel misschien aangetast door COVID en zij waren net de gevoelige species van de mens dat hier rondliep en die hebben dus eigenlijk dat dan ook niet overleefd. En die verhalen zijn niet zo vreemd. Dus een gezonde geest en een gezond lichaam was fantastisch voor die mensen. Maar zij hebben eigenlijk dan toch moeten ervaren dat COVID hen niet links liet liggen. Dus eigenlijk op dat vlak, het verhaal is zeer netjes, is zeer mooi, is mooi. Maar ik geloof persoonlijk niet dat de natuur zo'n paradijs is waarbij dat de gezonde planten en de gezonde bodem het zonder ziekten en plagen zullen stellen. Ja. Kunnen we die planten die nu een zwakker immuunsysteem hebben, ook als gevolg van die veredeling, kunnen we niet ook terugwerken in het veredelen naar sterkere planten met een sterker immuunsysteem die tegen die planten al, tegen die plagen bestand zijn? Well, dat is eigenlijk wat dat ook de veredelaars eigenlijk al sinds mensengeheugenis ook aan het doen zijn. Niet? Dus eens kijken naar de wilde variëteit die een bepaalde resistentiemechanisme in zich zitten heeft. En die wilde variëteit gaan inmengen met de teeltvariëteit. En op die manier hopen dat dus eigenlijk dat mechanisme daarin terechtkomt. Maar misschien weet Annelies daar meer van. Ik kan alleen nog vertellen dat het ook weer al een hot topic is rond heel dat verhaal. Je hebt de CRISPR-Cas-technologie, weer een genetisch snelle stap die in de plaats van 20 jaar op 2 jaar tijd de gewenste defensie ingebouwd heeft in die plant. En daar heb je dan ook weer al mensen die daar een andere mening op houden van het kan mogelijk risico zijn en het kan ontsnappen enzovoort. Dus het zijn zaken die allemaal waarschijnlijk wel mogelijk zijn. En waarschijnlijk, ik zal er geen uitspraak over doen, dus ik weet het niet. Het is niet mijn kennisdomein, maar het geeft natuurlijk de mogelijkheid om op een snellere manier bepaalde technologieën in te bouwen in de plant die je minder gevoelig maken. Maar dat wil niet zeggen dat dat de enige oplossing is. Je gaat het altijd moeten combineren met andere oplossingen, want anders heb je een resistente variëteit en 2 jaar later is het weer om zeep. Ik wil ook al eens naar jullie kijken. Als er intussen al vragen zijn bij jullie over alles wat we hier besproken hebben. Nog
nog niemand met een vraag. Dat komt misschien nog toch de laatste minuut daarachteraan. Ja, dat hadden we ook even besproken. Dus biologisch is beter voor de biodiversiteit, maar er is ook meer grondgebruik dan voor bio. Ja. Maar ik vind dat allemaal zo'n beetje het zwart-wit verhaal. En ik heb het daar eigenlijk wel persoonlijk wat moeilijk bij, omdat dat polariseert enzovoort. Dus ja... Men zegt dat je meer grond nodig hebt en die biolandbouwers zeggen van oké, geen probleem. En de achtergrond zit een beetje... Als je geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, dan heb je feitelijk 30% minder opbrengst. Ja, dus bio is perfect mogelijk, hé, als wij gewoon die 30% niet in de vuilbak kieperen. Hé, en dat is de realiteit. Wij als consumenten gooien gewoon 30% van ons groente en fruit in de loop van de boer tot op uw tafel gewoon de vuilbak in. En dat is een probleem en daar wordt te weinig over nagedacht. Dus ja, bio is mooi en bio is waarschijnlijk perfect mogelijk, maar wij zijn gewoon als consumenten niet mee aan het doen aan het verhaal. En wij vinden het belangrijker van eigenlijk iets dat 2 dagen oud is weg te gooien, dan dat we het eigenlijk nog denken van oké, dat zal wel nog niet zo slecht zijn eigenlijk om te consumeren. Dus dat is een beetje, ja, wij zijn gewoon zeer verkwistend als consumenten. Is er nog iemand? Ja. Als het gaat over bio of handbaar, denk ik dat bio heel interessant is voor de natuur, maar voor het milieuaspect is dat voor mij een heel groot vraagteken. Ik denk dat biolandbouw niet milieuvriendelijk is. Enfin, ik ben ervan overtuigd. Biolandbouw is anders. Conventionele landbouw zal ook, heeft ook zijn neveneffecten. Mij ga je niet horen vertellen. Die bestrijdingsmiddelen komen in ons water voor. Die bestrijdingsmiddelen zitten in die bodem. Die bodem ziet er anders uit voor bespuiting en na bespuiting. Dus dat is gewoon zo. Bij die bio zal die bodem misschien geschoffeld zijn en zal hij er ook anders uitzien. En die regenwormen die in die bovenste laag zitten, die zullen ook misschien in een kop afgeschoffeld zijn. Dus dat zijn zaken die uiteraard voorkomen. Maar het is gewoon een ander systeem. Ik denk niet dat het ene beter is dan het andere. Ik zou dat zo straf niet willen gezegd hebben. En het is een zoektocht. Je moet weten wanneer 3000 jaar... we zijn op een bepaald moment begonnen met de natuur om te bouwen naar landbouw. En vanaf dan hebben we een andere natuur. We hebben een andere cultuur. Hè. Dus landbouwcultuur. Dus geen natuur niet meer. We zijn in een ander soort van natuur begonnen. En op dat moment hebben we een klik gemaakt. En om dan uiteindelijk dat te beginnen bekijken van oké, we moeten terug die natuur binnenhalen, binnen die landbouwgronden. Dat is een moeilijke opdracht. En de vraag is dat ook nodig? Is dat ook iets waar we moeten naartoe streven? Dat is misschien een vraag waarbij dat natuurlijk belangengroepen vinden van we moeten zus en we moeten zo. En ik denk van oké, het zal een voortdurend streven zijn. Het is als ik jong was ook al een streven geweest van we zijn aan het zoeken. In 1940 hebben we daar de afslag genomen naar de chemische gewasbescherming. In de jaren 70 hebben we hem een beetje naar links gedaan, naar de biologische landbouw. En dan hebben we hem terug een beetje naar rechts genomen om een beetje terug bepaalde middelen de voorgrond te geven. Omdat die biologische landbouw ook wat nadelige effecten had. En nu zijn we hem weer een beetje naar links aan het nemen. Omdat dus eigenlijk, we noemen dat de Green Deal. Dus tegen 2030 moet de helft van het aantal synthetische bestrijdingsmiddelen van de markt gehaald zijn. Dus dan mogen we dat weer niet gebruiken, maar dat zijn soms zeer politieke beslissingen en is dat dan gestoeld op de wetenschap. We zijn voortdurend aan het kijken naar wat kan er beter ten opzichte van de dag van gisteren. Nog, ja. Ja, gaat het? Ja, oké. Nee, u sprak ook over vetzuren.
Dus als natuurlijke herbiciden of zoiets. En dan is mijn vraag, oké, als je daar die vetzuren, als je die op de akker gooit, moet er toch een emulgator bij, wat dat dan weer chemisch is, denk ik dan toch. Bijvoorbeeld een ester of neem maar op. Dus ja, waar is dan het onderscheid? Ik zie dat de zaal heel chemisch gedachtegoed erop nahoudt. Inderdaad, oké, ja, dat gaat hem al over hoe zit de formulering in elkaar. Hoe gaan we een olie gaan toepassen met een watergebaseerde spuittank enzovoort. Dus ja, het klopt uw verhaal. Men heeft weinig natuurlijke surfactants of tensiden of hulpstoffen die ervoor maken dat die zaken in oplossing gaan. Maar goed, er zijn oplossingen voor en... Ik zou niet te diep willen ingaan over die moeilijkheden waar dat de biolandbouw dan eigenlijk ook geen antwoord op weet enzovoort. Ik weet wel dat bij die vetzuren, dus in de plaats van 1-2 keer glyfosaat toepassen, gaan we 5-6 keer die soort van natuurlijke bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken, omdat die niet tot in de wortel afdoden. Dus die gaan het groen van het blad afdoden en dat is een uitputtingsslag. Dat is hetzelfde wat je doet met je schoffel, is iedere keer de kop eraf, de wortel blijft in de grond, het plantje groeit erop, weer de kop eraf, het plantje groeit erop en hij kan dat 4-5 keer doen en dan is hij uitgeput, die wortel, en dan gaat hij dood. Maar dat is dus eigenlijk het systeem waarbij dat we dus eigenlijk in die biolandbouw te werk gaan met een aantal middelen die natuurlijk, als je maar één keer moet spuiten met een product als glyfosaat, de wortel en alles onmiddellijk afgedood en dan moet je maar één keer passeren. Maar goed, dus het wordt vervangen door meerdere bespuitingen enzovoort. En dan is dat natuurlijk, ja, is dan de vraag van, zijn die meerdere bespuitingen dan problematischer dan die ene bespuiting? En het antwoord is eigenlijk, die ene bespuiting werkt meer in op bijvoorbeeld het waterleven en die andere bespuitingen werken misschien meer in op het bodemleven. Dus eigenlijk het eindpunt of het nadelige, het niet-target, dus het niet-doelorganisme waar dat je op let, gaat gaan verschillen. En dat is dan weer al een moeilijke. Zijn dus die regenwormen belangrijker dan die vissen in dat water of zijn die vogels eigenlijk misschien het na te streven? Goed, die afweging kunnen wij zeer moeilijk maken. Dank. Wat vindt u van de ecomodernistische visie van verticale landbouw? Misschien ook ecomodernisme tegelijk even duiden. Ecomodernisme is een nieuwe strekking die een paar jaar geleden opgestart is, waarbij dat we alle technologieën die ons ter beschikking zijn gaan inzetten om een mooi milieu en een mooie gezonde mens te realiseren. Waarbij men eigenlijk ook niet vies is om GMO-technieken te gaan gebruiken enzovoort. En verticale landbouw heb je dan eigenlijk over stadslandbouw waarschijnlijk, waarbij dat de lokale landbouw, of we gaan eigenlijk... je moet bekijken, stadslandbouw is eigenlijk een stad als in Amerika, zo groot als een land van België. Stadslandbouw, dat ze bedoelt. Het is zo het hoogtechnologische... Ja, het hoogtechnologische landbouw. Hè. Dus niet de verticale landbouw in de steden waarbij dat de gevels van de gebouwen bekleed worden. Dat is ook goed, denk ik. Maar dat is dan eerder voor de afkoeling in de stad. Maar het hoogtechnologische gebeuren eigenlijk, waar bijvoorbeeld zonlicht omgezet wordt via zonnepanelen, waardoor dat ook allemaal efficiënter gebruikt wordt. Ik kan me voorstellen dat dat niet voor alle gewassen mogelijk is, als granen en zo, maar het slaatje en de tomaatjes en de groentjes. Uiteraard, over dat aspect, de landbouw staat niet stil. Hè. Dus het probleem is dat men nog altijd denkt dat de boer met de kruk de koe staat te melken enzovoort. Dus nee, de landbouw gaat vooruit. Dus hoe zijn we vandaag bezig? We spreken over precisielandbouw. Dat wil zeggen dat er een collega van mij is, we noemen hem de droneprof. Die vliegt dus met drones over het veld en die maakt foto's van het veld. En die ziet dus op welke hoeken van het veld dat die planten... En dan is het al eigenlijk heel vreemd. Oké,
keer waarbij dat de temperatuur... Dus ja, die planten hebben precies koorts. Dus hun temperatuur is een beetje hoger dan de planten daarnaast. En op dat moment begin je dan de klik te maken van... Oké, tje, die plant is waarschijnlijk geïnfecteerd. Want ja, die planten die reageren zo'n beetje als de mensen. Dus die zijn geïnfecteerd. En dan ga je dus eigenlijk heel specifiek, plaatsspecifiek gaan toepassen. Waarbij je dan zegt, well, kijk, ik ga met mijn spuitmachine erover gaan. En ik ga dus enkel en alleen op die locatie waarmee dat ik dus eigenlijk die beelden gemaakt heb, ga ik gaan het product gaan toepassen. Dus uiteindelijk, dat is nu op dit moment het niveau waar dat we staan. Waarbij dat de volle veldbespuitingen straks vervangen worden door plaatsspecifieke bespuiting. Dat is iets wat ik, als je mij dan vraagt, waar sta je daar tegenover? Ik zou niet weten waarom dat we dat niet zouden doen. Dus dat is al een technologie die fantastisch is, omdat we kunnen, nog voordat we met het menselijke oog kunnen vaststellen dat er dus een ziekte of een plaag in dat veld zit, dat we al kunnen zeggen van kijk, voilà, die beeldverwerking kan daar eigenlijk voor ons een hulp zijn. En dat is een beetje, dus enerzijds heb je die waarschuwingen, die observaties in het veld, en anderzijds heb je die precisietoepassing, waarbij dat je dus eigenlijk alleen je spuit op openzet als er een plant staat en terug toedoet als er geen plant staat. Dus ja, die kan een onderscheid maken tussen hier is nu een blad van die appelboom en hier is de blauwe horizon. En je doet hem open en je doet hem toe. Dus precisietoepassing is vooruit aan het streven. Dus ja, de ecomodernisten zijn op vlak van GMO's ook helemaal mee in het verhaal, waarbij dat ze vinden van we moeten dat kunnen gebruiken. Dus ja, waarom zouden we dat eigenlijk laten links liggen? Wat ik een beetje voel in heel die discussie rond biologische landbouw, is dat men eigenlijk graag, of die agro-ecologie, men laat de natuur graag aan het werk. En dat is zo precies het conflict tussen, gaan we de natuur de oplossing laten aanleveren of gaan we de mens de oplossing laten aanleveren? En als je mij dan vraagt van de ecomodernisten, die geloven in de mens, denk ik dan, als ik ze goed volg. Dus ik denk inderdaad, waarom zouden wij moeten alleen de natuur aan het werk zetten en zouden wij als mens niet bezig zijn met ook wat extra tools ter beschikking te stellen aan de natuur om dus uiteindelijk tot een resultaat te komen waar dat we gelukkig van worden. Ja, ik denk ook dat dat verder gaat. Of, het is zeker ook zeer hoog technologisch, maar dat men zelfs geen, ik weet er ook de details niet van, maar geen grond gebruikt, maar echt een soort... Ja, dat zijn ook trends. Ja, en ik heb het daar nog niet over gehad. Ook, maar dus, je hebt bodemgebonden teelt en je hebt hydrocultuur. Dus wat gebeurt er? Je gaat je slaapplantje uit de bodem halen en je gaat het eigenlijk in een zwembad bij manier van spreken laten groeien. En wat stelt men dan vast? Oké, die bodemschimmels of die bodeminsecten enzovoort, daar zijn we vanaf. En het antwoord was joepie. Hè. Dus we gaan alles wat we noemen in hydrocultuur laten groeien. Geen enkel probleem niet meer. Een aantal ziekten en plagen, daar zijn we definitief van verlost. Totdat men opeens vaststelt dat eigenlijk in die hydrocultuur die plantjes dan opeens ook niet zo gelukkig zijn. En dat we ze nu eigenlijk moeten terug in een klein bloempotje zetten met een beetje grond er rond. Zodat de wortels op een of andere manier toch wel wat stimulerende micro-organismen vanuit die grond aangeleverd krijgen. En dus nu heb je een bloempotje dat in het water drijft met een plantje in en waar dat dan uiteindelijk die wortels direct in het water komen enzovoort. Dus uiteindelijk op het einde van de rit gaan we misschien terug in de grond zitten. Maar dus wat er nu gebeurt is, we zijn voortdurend aan het bijleren hoe langs de enerzijds complex, maar langs de andere kant ook zo hoe mooi dat die natuur met elkaar in interactie gaat, zodanig dat waarom staan die planten in de grond? Heeft misschien ooit toch wel een functie gehad? En dat ze niet eigenlijk als waterplanten bedoeld zijn. Hè? Dank u. Niet meer, nu wel. In hoeverre kunnen we daar nog op investeren om bijvoorbeeld die micro-organismen die in de bodem zitten, om daar misschien ideale samenstellingen van te vinden waardoor die planten sterker staan
tegen plagen? Ik moet zeggen, we staan nog maar aan het begin van heel die ontdekkingstocht van hoe dat die bodem eruit ziet. Dus eigenlijk, ja, van mij, ik kan daar geen antwoord over leven. Ten eerste ben ik er niet mee bezig met die ze noemen dat het bodemmicrobioom, met dus die micro-organismen in kaart te brengen. Dus daar ben ik niet mee bezig. Ik kan alleen maar denken van, het is pas gestart, dus misschien binnen 20 jaar, als je die vraag nog een keer vertelt, dan gaan we dat wat meer weten. Dan moeten we misschien aan een collega dan vragen. Ja. Oké, is er nog iemand die een vraag heeft? Nu? Ja. Ah, nee. Ja, goedenavond. Ik heb thuis een kleine moestuin voor mij alleen, dus zeer groot is hij niet. Maar ik stel mij soms de vraag, of ik stel mij de vraag, welke bijvoorbeeld tomaten moet ik prefereren, diegene uit mijn moestuin, of diegene die uit de serre bij de kweker komt, bij de landbouwer, die aan allerhande reglementeringen onderhevig is, of de tomaatjes uit mijn tuin, die in open lucht en die alles vangen wat er in die lucht rondvliegt. Tomaten, paprika, goed, en zo verder. Is eigen kweek altijd beter? Ja. Dat hangt er vanaf wat dat er al, wat je allemaal op je tomaten spuit. Ja, ik zal het. Ah ja, oké. Okay. Dat hangt er een beetje vanaf hoe je in je moestuin te werk gaat en wat voor middelen dat je allemaal gebruikt op jouw tomaten. Gewoon niks. Wel, dan zou ik zeggen van je eigen tomaatjes. Je hebt er plezier aan gehad om ze op te kweken. Dat is al een heel belangrijke factor. En de lucht, die is overal, die is ook bij die tomatenkweker. De lucht is een zeer groot compartiment. Dus het valt wordt toch beschermd door de serre bijvoorbeeld. Wat er uit de lucht valt. Zouden we niet veel schrik hebben van die lucht. Eerst en vooral de zon, die schijnt zeer hard. En als jij verbrandt in de zomer, als je aan het strand zit, dan gaan die moleculen die in de lucht hangen ook op een bepaald moment zeer snel afbreken. Dus als je dan denkt aan problematische stoffen die in de lucht zitten, dan zou ik u al direct willen geruststellen. Nee, dat is niet zo. Dat is enorm sterk verdund. De wind waait, die brengt ze naar andere landen, naar andere werelddelen enzovoort. Dus als je spreekt over smog en al die zaken, dan weet je ook, een keer dat het hard geregend heeft, dan mag je je stoof terug thuis aansteken, want dan hebben we daar niet veel last niet meer van. Dus eigenlijk zijn er een aantal aspecten die, als we dan kijken naar die lucht, ja, dan zou je moeten stoppen met ademen. Dus dat is niet het geval. We zijn er nog altijd vrij goed van. Dus ook die plantjes aan uw tomaten, zoals Annelies u vertelt, ik denk dat je er veel plezier van hebt als je zo schone tomaten hebt en dat je ze met veel smaak zult ook opeten en met veel fierheid kunt misschien dan aan je buren uit te delen als je het er te veel hebt. Als je in je eigen moestuin succes wil hebben, genoeg kweken, lekkere groenten kweken, heeft de keuze van de plant van het ras dan ook een impact op het feit dat je het zonder beschermingsmiddelen kan doen? Zijn er zaken waar je rekening mee kunt houden om een bepaald ras te kiezen? Of waar je zaden bestelt, waar je planten koopt? Het is niet meteen mijn materie, maar uiteraard, hé. Al die landbouwers die gaan hun kweekgoed gaan halen van producenten. En dat zal net dat ietsje beter zijn dan hetgeen wat dat jij over beschikt in de moestuin. En nee, die zaden zijn totaal anders. Dus wees daar maar zeker in. Maar waarschijnlijk, Annelies, heb je daar meer zicht op. Ja, dat is zo. Maar zelfs als je op de particuliere markt zaden gaat kopen voor jouw moestuin, dan zit er wel variatie en gevoeligheid voor plagen en voor ziektes. Maar vaak wordt dat ook wel weergegeven op de site of in de catalogus. Dus daar kan je wel wat in sturen. Ik vraag denk ik omdat er mij ook is gezegd dat je als een moestuinier best zeker niet de rassen kweekt die in de winkel liggen, omdat die veel vaker geplant worden en misschien daardoor veel gevoeliger zijn aan ziektes die de ronde doen.
En dat je moet kiezen voor gewassen die zeker niet in de grootschalige landbouw gebruikt worden. Maar dat klopt dan niet. Maar. Dat doet mij zo denken aan het systeem van... Iemand die zei van... Ik heb wat een biologisch tuintje enzovoort. Maar mijn buurman die heeft gespoten. Nu staan er allemaal witte stippen op mijn sla. En mag ik dat nog opeten? En hij was dan zo fier op dat biologisch tuinieren. En dan dacht ik achteraf van ja, het gaat. Hè. Als je daar op een eilandje leeft, alle buren die spuiten alle insecten en schimmels dood. En jij zelf kan daarvan mee profiteren om dan uiteindelijk biologisch bij jou aan de slag te gaan. Want ze kunnen daar ergens die overtocht niet maken van het domein. Allee, goed. Wat Annelies dan ook zei, hè, van oké, ze vliegen niet meer dan 3 kilometer, die insecten, dus die zijn maar vlakbij. Dus uiteindelijk, ja, mocht die man dat opeten, dan natuurlijk, ja, dat zal nooit diezelfde dosis bevatten als dat er op het veld zelf gespoten is. Hè. Dat verwaait een beetje. Maar dan heb je natuurlijk het psychologisch aspect en daar kan ik geen antwoord op geven. Hè, als die daar dan eigenlijk zo bekommerd over is, dat die denkt van... Ik zal hier te veel binnen hebben, dan ben je maar beter van dat niet op te eten. Dus dat zijn twee aspecten die misschien toch wel naast elkaar moeten bekeken worden. Ja. Is nog iemand een vraag? Of was alles duidelijk? Dan wil ik hier afronden. Wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht voor de zeer goede vragen. Ik wil jullie bedanken voor de zeer interessante info die je ons gegeven hebt, voor het zeer interessante verhaal dat je ons verteld hebt. Ik wil aan jullie ook nog meegeven dat dus de podcast te herbeluisteren is, de video te herbekijken en ook het visueel verslag te vinden is op wetenschapscafé.be en op de Facebook en de Twitter van Wetenschapscafé. Wie graag kans maakt op een mini EOS-abonnement kan ook het evaluatieformulier invullen. Dat denk ik ook op de tafels ligt, maar het kan ook online ingevuld worden op de website van het Wetenschapscafé. Het volgende Wetenschapscafé hier in Kortrijk gaat over iedereen gelukkig aan het werk. En dat staat op 18 april gepland. En op het volgende Wetenschapscafé op 7 maart. Maar ik heb niet genoteerd, is het in Gent of in Brugge? Het artificiële intelligentie in Gent. Over artificiële intelligentie slimmer dan de dokter. Allemaal heel erg bedankt en tot de volgende keer. Dank je wel.